Ismael Haniyeh is vannacht om het leven gebracht in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar nog een saat bamdad emruz, mahall iqamat Ismael Haniyeh daar Teheran, mored isabat qarar gereft va yek nafar az muhafizan vey ham be shahadat resid. De moord is nog niet opgeëist, maar Hamas en Iran zijn ervan overtuigd dat Israël erachter zit. Volgens dat land was Haniyeh de hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen van 7 oktober vorig jaar. De Israëlische premier Netanyahu heeft dan ook meerdere keren gezegd dat Haniyeh gedood zal worden. Hij was sinds 2017 de politieke leider van Hamas.